Dit is de Halofo Swipe Smartwatch, die speciaal gemaakt is voor kinderen. En ja, daarbij heeft hij heel erg veel verschillende functies, waar we uiteraard allemaal naar gaan kijken. Allereerst kijken we eerst even wat hij uh, ja, standaard meegeleverd krijgt. Zoals je ziet, is hij verkrijgbaar in verschillende varianten. Ik heb hier een zwarte en een roze variant. Je kan op onze website kan je zien welke varianten allemaal beschikbaar zijn. Daarnaast krijg je natuurlijk nog een micro-USB-kabel meegeleverd om hem op te laden of eventueel te synchroniseren met de computer, zodat je de bestand. Eventueel over kunt zetten. Uh, je krijgt ook nog een headset meegeleverd met een micro-USB-aansluiting. Nou, die headset, uh, ja, zoals de naam het al zegt, dat is een headset waarmee je muziek kunt luisteren of eventueel kunt bellen. En tot slot krijg je natuurlijk ook nog een laadblokje meegeleverd. Nou, om het toestel zelf te bedienen, hebben we ook nog een uh, stylus die wordt meegeleverd. Dat is wat makkelijker om dat kleine scherm mee te bedienen en die kan je zeg maar makkelijk op je telefoon vastklikken door middel van de 3,5 mm-poort of je haalt hem gewoon los en dan kan je hem gewoon zo los gaan gebruiken. Nou, laten we gelijk even gaan kijken. Kijken naar het toestel zelf. Uh, we zien dat de toestellen helemaal van rubber zijn gemaakt. Met een harde plastic uh, ja, behuizing eigenlijk. Uh, het voelt heel erg degelijk aan. Uh, ja, het is voor kinderen bedoeld. Uh, ze kunnen hem ook gewoon omhouden als ze bijvoorbeeld in de speeltuin bezig zijn. Uh, want hij kan op zich wel tegen een stootje. Nou, voor de rest zit er ook een uh, rubberen band omheen. En ja, die kleur die verschilt natuurlijk uh, aan de hand van welke versie je hebt. Het bandje is te klein om voor mij om mijn pols heen te doen. Maar om even een beeld te geven ja, hoe groot het toestel is. Als ik hem zo om mijn pols houd, zie je dat het bij mijn volwassen pols nog wel een redelijk grote unit is. Uh, het is niet een klein toestel. Let daar ook wel even op. Uh, bij kinderen zal het natuurlijk nog net even iets groter overkomen. Al uh, ja, staat het op zich wel heel erg stoer. Nou, als er dan. Kijken naar de achterkant. Hier is de accu uitgehaald en hier zien we de binnenkant van het toestel. Nou, de binnenkant vinden we eigenlijk twee dingen. Je wordt standaard een 2 gigabyte geheugenkaart meegeleverd. Daarop kan je bijvoorbeeld allemaal foto's, video's of muziek opslaan. Zullen we ook zo meteen naar kijken. En er gaat gewoon een micro-SIM-kaart uh, in. En met behulp van die micro-SIM-kaart kun je dus ook zonder problemen bellen. Nou, dan gaan we gelijk even kijken naar deze andere versie, de zwarte versie. Nou, die ziet er in principe totaal identiek uit. Aan de andere kant vinden we nu alleen de accu die erin geplaatst is. Die ook gelijk een, uh, ja, als accu-klep fungeert. Let er wel even op dat de uh, Swipe, de Halovo Swipe, dat die niet waterdicht is. Dus hij kan onder, ja, absoluut niet onder water of uh, hij is ook niet spatwaterdicht. Dus daar moet wel even op gelet worden. Aan de bovenkant van het toestel vinden we een speaker en microfoon. We vinden ook nog uh, gelijk de kleine camera die erin gebouwd zit. En aan de rechterzijkant vinden we eigenlijk alle manieren waarop we hem kunnen bedienen. We vinden hier namelijk nog de aan- en uitknop. En we vinden hier de terugknop. En daartussenin vinden we de micro-USB-poort waarmee je het toestel kunt opladen of synchroniseren. Nou, als ik hem dan even aanzet door middel van de knop hier aan de zijkant. Als ik daarop klik, dan zie je allereerst gewoon het standaard scherm zeg maar, met de datum en de tijd. Hoe dit scherm eruit ziet, kan je dus aanpassen. Dat doe je gewoon door bijvoorbeeld in het midden van het scherm te klikken. En we zien dat je dan. Ja, je ziet dan verschillende watchfaces die je kunt instellen. Uh, ja, zo kan je het helemaal personaliseren. en Of je eigen zoon of dochter kan dat zelf doen. Nou, als je op de bovenste knop drukt, dan ga je naar het hoofdmenu. Nou, dit is het hoofdmenu en daar kan je een aantal dingen in zien. Allereerst zie je hierboven hoe hoog de batterij is opgeladen. En uh, wat het bereik is. En onderin hebben we gelijk twee opties. Eén beltoets. Nou, die beltoets kan je uh, eventueel gelijk ook de contactpersonenlijst in. En als je iets wilt bellen, dan typ je gewoon het nummer in en druk je op bellen. Nou, dat zullen we nu even niet doen. Je hebt hier aan de andere kant heb je dus ook gelijk een contactpersonenlijst nou, die kan je helemaal ook zelf instellen en toevoegen. En in het midden vind je een knop met het volledige menu. Nou, het menu bevat een telefoonboek, een SOS-knop. Nou, die SOS-knop, daarin kan je drie nummers voor definiëren uh, die standaard gebeld moeten worden als bijvoorbeeld je zoon of dochter op die knop drukt. Dus je kan als nummer 1 je jezelf doen, als nummer 2 uh, ja, de moeder en als nummer 3 bijvoorbeeld de grootouders. En hij blijft dan doorbellen net zolang totdat een van die drie nummers opneemt. Uh, dus dat is echt in geval van nood. Hij beschikt niet over een GPS-signaal, dus je kan niet real-time zien. Waar je kind zich bevindt. Maar door middel van die SOS-knop kan je kind wel ook gelijk bellen en persoonlijk contact met je hebben. Nou, je vindt ook een audiospeler. Zoals ik al zei, alles zit helemaal ingebouwd. Het is eigenlijk een volledige telefoon. En je kan gewoon door op play te drukken gewoon muziek afspelen. En we horen ook gelijk dat de speaker best wel, ja, best wel luid kan. Dus uh, ja, dat is ook wel weer fijn als je aan het bellen bent. Dan kan je, ben je best wel goed verstaanbaar ook voor je kind. Uh, oproepgeschiedenis zit erop. Nou, als we verder nog kijken, vind je nog sms, klok, uh, timerinstellingen. Je kan een speciale timer gebruiken voor verschillende uh, tijdstippen... en die ook een naam geven. Uh, stel bijvoorbeeld je kind moet bepaalde medicijnen slikken... een paar keer per dag. Dan nou, kan je die helemaal in die timer invoeren... en dan krijgt hij ook gelijk automatisch een melding van... hé, hey, ga nu je medicijnen slikken. Nou, je hebt ook nog allerlei multimedia opties. Zoals ik zei, er zit een camera op... De camera is niet echt heel erg denderend wat betreft uh, hoe, ja, wat voor foto's uh, hij maakt. Uh, maar ja, voor even zo'n snapshot uh, is, is het prima. En het is, ja, kinderen vinden dit heel erg leuk en gaaf dat het er gewoon helemaal ingebouwd zit. Het heeft natuurlijk wel een beetje een uh, James Bond-uitstraling. Nou, met de knoppen aan de bovenkant, aan de rechterzijkant, ga je altijd één terug. Nou, dan gaan we even verder. In het menu kijken. Je kan dus ook gewoon uh, ja, bestanden uploaden. Uh, je sluit hem aan aan de computer en vervolgens kan je bijvoorbeeld video, foto of uh, muziekbestanden uh, ja, erop zetten. Nou, je ziet ook als je dan een video hebt, kan je ook eventueel het geluid harder of zachter zetten. Je kan hem gaan afspelen en vervolgens kan je hem ook op full screen zetten. En dan gaat hij gewoon die video afspelen, wat natuurlijk ook een hele gave feature is. Nou, tot slot. Als we even verder gaan bladeren, dan vinden we daar nog algemene instellingen. Eventueel heb je zelfs nog internetdiensten, mocht het mogelijk zijn. Hij is volledig simlogvrij, dus je kan hem met een abonnement gebruiken of met een uh, prepaid simkaart. Dat kan je helemaal zelf uitkiezen. Uh, en ja, we zien dat die eigenlijk best wel compleet is. Persoonlijk vind ik dat er nog best wel veel functies in zitten. Dat misschien zelfs nog iets simpeler gekund voor kinderen. Uh, maar op zich, ja, je hebt wel alle mogelijkheden om alles te gebruiken. En dat maakt het natuurlijk wel weer heel erg bruikbaar en ook wel heel erg gaaf. Nou, de Hellovo Swipe is echt ideaal voor als je niet constant uh, ja, met zenuwen thuis wil zitten. om te weten waar je kind is of om te weten of alles goed gaat. Je kan je kind altijd bellen. Uh, het kind kan jou altijd bellen, mocht er eventueel wat aan de hand zijn. En zo kan je altijd met een gerust hart ervan uitgaan dat alles goed is. Nou, wil je nu meer informatie over deze HelloFo Swipe? Of wil je er gelijk een bestellen voor je zoon of voor je dochter? Ga dan naar pda-shop.nl of .be of kom natuurlijk langs in een van onze winkels.